Dit is het ondernemerscollege van Baker Tilly Berk. Deze keer 10 tips voor ondernemers om morgen al geld te besparen. Hier is Ronnie Overgoor, voormalig directeur van een van de grootste internetbureaus van Nederland. Dankjewel, kijkers online van harte welkom, kijkers hier in de studio van harte welkom. Ik heb ruim 40 slides waar ik normaal anderhalf uur over doe, maar ze vertelden me net dat ik maar 15 minuten krijg. Dus het zal misschien wat sneller gaan dan normaal, maar dat houdt het misschien hopelijk een stukje levendiger. Ik ga met jullie over een aantal zaken hebben die ik heb ervaren als ondernemer. En een van die dingen waar ik mee wil beginnen is dat ik niet uit een ondernemersnest stam. Totaal niet zelfs. Mijn vader was boekhouder. Nou weet ik niet van wat voor jaar jullie zijn. Ik kom uit 1965, ja je zou het niet zeggen, maar dat is echt waar, zo oud ben ik al. Maar mijn vader was boekhouder en dat was het saaiste beroep wat er was. Ja, dat was echt nou veel spannender, kon je het echt niet krijgen, veel saaier kon je niet krijgen. Het was rust, reinheid en regelmaat bij mij thuis. Nou is dat vak inmiddels wel veranderd en tegenwoordig is het echt super spannend om iets met geld te doen. Maar toen was het echt super saai. En dus mijn huishouden, dat was vrij eenvoudig. Dat was een kanariepiet en die kanariepiet die heette dan ook Piet, precies. En we hadden een Renault 6. En op zondag moest ik naar de kerk. Nou, dat was ongeveer mijn jeugd. Dus er was weinig voedingsbodem voor ondernemerschap. Nou is dat gelukkig goed gekomen. Maar mijn ouders gingen scheiden. Het werd één gore puinhoop. Dus uiteindelijk, tadaa, ja, alles goed. En hier sta ik. En nu ben ik ondernemer. En best wel succesvol ook, zeggen ze wel eens. En hier begon het een beetje. Hè. En dit plaatje, dat bewijst ook dat schoonheid bij mannen, dat komt met de jaren. Hè. Want als je ziet, weet je, dat lelijke ding, dat tweede van links, dat ben ik. En tadaa. Kijk eens hoe die is opgedroogd. Hè? Dus, nou, en hier stond ik in New York. En daar won ik tijdens mijn afstuderen, met mijn afstudeerproject, een Golden Award op de New York Festivals. Dus dit was eigenlijk het begin van mijn carrière. En het eerste lesje wat ik jullie wil meegeven, dat is als volgt. Er was wel een hele leuke anekdote. Want als je ziet, die man naast mij, dat is Roderick. En daar was ik mee samen om te presenteren voor een jury. En wij moesten met z'n tweeën op maandagochtend presenteren voor de jury van de New York Festivals. En wij waren s'avonds in een hotel. Het Chelsea Hotel. Dat is een heel krakkemikkig, oud, prachtig hotel in New York. En wij hadden alle apparatuur zelf meegenomen om goed te kunnen presteren. Dus we gingen nog een laatste keer generalen. Zondagavond, uurtje of 8:30, 9:00. Wij oefenen. Plof. En toen deed niks meer. Dus complete paniek. Complete paniek. En dat was echt als 15 jaar geleden of zo. Maar toen dachten we, New York, volgens mij misschien is er wel een winkeltje open. Dus want we waren er al vrij snel achter. Er was een zekering kapot. Dus wij de straat op en wij zweten, jongen, en bijna Jan van, oh, morgen vroeg jury. Dus wij eerst de beste, zo'n winkeltje, kent wel, hè, New York, Manhattan, zo'n winkeltje met allemaal van die snuisterijtjes. En wij naar binnen, we need a fuse, we need a fuse. En die man die kreeg zo'n grijns en die had uiteraard die fuse en die zegt, dat is $20, zegt hij. Waarop wij elkaar aankeken en zijn nou genaaid worden, kunnen we altijd nog. Maar dat gaan we niet doen. Dus wij zijn naar die winkel uitgegaan. We hadden zoiets, ja nee, dat is een beetje te gek. En Roderick die keek mij ook aan. Die zei, we look a little bit too eager, zei hij. Hij is een Engelsman. En dus wij naar het volgende winkeltje. En toen hadden we afgesproken, doen we heel relaxed. Dus wij naar binnen zo, heel relaxed. Van goedenavond. En als u tijd heeft, zeker ringetje. Als je hem hebt, hoeft niet. Maar stel dat je erin hebt liggen. Hè. Dus die vent trekt zo'n bakje open. En echt zo'n heel plastic bakje. We hadden er 50 in. Allemaal van diezelfde die we moesten hebben. Dus we keken en toen zei die vent, we gevleugelde woorden, how many do you need, sir? En toen keken we elkaar aan en zeiden we, just one. Zoiets van, en dit is hem. En hier gaan we de oorlog mee winnen. Dus wij terug naar het hotel met één fuse, erin gezet, niet meer geoefend, volgende dag Golden Award gewonnen. Dus, wat is de resume van dit verhaal? Een beetje wat ik wel zeg, no guts, no glory. Weet je, als je het gevoel hebt van, jongens, we gaan het gewoon maken, dan moet je een beetje de gok er tegenaan en een beetje dingen doen die je eigenlijk niet durft, maar gewoon fuck it. En dan komt het gewoon goed. No guts, no glory. Nou, je ziet, toen was ik los. Ik denk, nou, if I can make it there, then I can make it everywhere. Dus ik erdoor en toen belandde ik in de internetwereld. Nou, dat was gouden handel, jongen. En dit is het moment, je ziet, hij droogt al wat op, hè, rechtsonder. Dit is het moment dat ik multimiljonair werd. Ja, er zitten nu een paar mensen in me aan te kijken. Ik dacht al dat die vent niet helemaal spoorde. Maar nou gaat hij nog vertellen dat hij multimiljonair is. Ja, ja, ik werd multimiljonair. En wel hier. Dat was zo. Doen jullie iets met geld? Ja, een beetje. Er was in die tijd was heel die twee link boven, die waren van de bank. En die leerden ons twee dingen. Dat was één, was burn rate.
Dat was Engels. Dat betekende verlies draaien. Moest zoveel mogelijk verlies draaien. Want dat was investeren in de toekomst of zoiets. Nou ja, dus dat is niet zo moeilijk. Dus dat deden wij. En het tweede wat we moesten, dat was headcount. En headcount, dat was zoveel mogelijk poppetjes aannemen. Want hoe meer poppetjes er in het bedrijf zaten, hoe meer het bedrijf waard werd. En uiteindelijk moest je die hut verkopen aan Amerikanen. Dus hoe meer poppetjes erin, hoe meer het bedrijf. Ik geloof 1,5 ton per koppetje of zo. Dus wij namen echt mensen aan bij de vleet. Ik kan je vertellen, dat is een gouden combi. Mensen aannemen en verlies draaien, dat werkt echt perfect. Dus nou, dat ging als een dolle. Nou, toen stopte er een bank, die stopte 4 miljoen euro voor 20% van de aandelen in het bedrijf. En wij hadden de helft van de aandelen, Stef en ik, linksonder Stef. Dus wie goed kan rekenen, is 20 miljoen gulden. Wij hadden de helft, dat is 10 miljoen gulden. Dus ik was multimiljonair, zelfs in euro's. Dat was op papier dan. En toen kwam er een of andere Jan Lul en die prikte dat ding door, die internetzeepbel. En nou, toen was het over. Nou, toen ben ik gaan werken. En doe ik dus eigenlijk nog steeds. En je kan eraan lachen, maar alles wat ik probeer te vertellen heeft wel in zoverre een soort van lesje. Ik zal nooit vergeten, dat was best stress op het eind, kan ik je vertellen. Ik zat er voor tonnen eigen geld in en op een gegeven moment ging het echt gierend te fout. En cashflow en liquiditeit, ik wist niet eens hoe ik het moest spellen, laat staan dat ik wist hoe het zat. En dan zit je op een gegeven moment in de auto, had 3 jonge kinderen, lekker handig, huisje gekocht, ken het wel. En ik liep de kniezen, jongen, en ik had geen reserve. En het kon echt omflikkeren, jongen, als ik echt helemaal de sjaak. Dus ik zit op een gegeven moment naast, moppen. En Claire, mevrouw, die zit naast me en die zegt: hey Ronnie, luister nou, als het nou omvalt, hè, kun je dan ergens een baantje krijgen? Ik zeg: oh, een baantje lukt wel. Hij zei: ik ook, zegt ze. Hebben we dan een dak boven ons hoofd? Ja, ik weet niet of zo'n mooi dak is als waar we nou nog wonen, maar dakje boven het hoofd lukt ook wel. En dan zaten 3 van die kwetterende kinderen achterin. En toen keek ze naar achter en ze zei: kijk eens naar achter, zegt ze. En ze zei: wat maak je nou druk? Weet je? Baantje, dakkie, kinderen goed. En sindsdien heb ik geen stress meer over geld. En sindsdien hanteer ik de 3 G's van ondernemerschap, dat is gaaf, goed en geld. Doe datgene wat je het gaafste vindt om te doen. Doe datgene wat je goed kan. En als je daar nog geld mee kan verdienen ook nog, dan ben je spekkoper. En je ziet bij ondernemers vaak dat gaaf en goed, dat samen kan. Ik vind het super gaaf om te presenteren. Hoop dat ik het een beetje goed kan. Niet volgens de regels misschien, maar ik vind het wel leuk om te doen. En dan kan ik ook nog geld mee verdienen. Je ziet bij werknemers, zie je vaak dat gaaf en goed gescheiden zijn. Hè? Goed, dat is werk. En wat je super gaaf vindt, dat doe je in het weekend. Weet je? Ja, terwijl ondernemerschap is juist gaaf dat je alle dingen kan combineren. Ken je al deze man? Nee, hè? Dit is Louis von Aan. Jullie kennen wel wat hij verzonnen heeft. Dat zijn namelijk deze dingetjes. Dat zijn wat ze noemen de captcha's. Hè, dat zijn van die dingen die je op internet, dan moet je een formuliertje invullen en dan moet je zo'n woordje intypen, weet je wel? Dat is voor de site om te zien dat je een mens bent en geen computer. Dat is slim verzonnen van die gasten. Dat doen wij en masse. Hè? Dat doen wij 200 miljoen keer per dag. En dat kost gemiddeld 10 seconden per keer. Waarop die Louis van Aan op een gegeven moment dacht van, dat is eigenlijk best zinloze tijd. Hey, het is leuk verzonnen, maar ja, er loopt nog 200 miljoen keer 10 seconden, loopt eindelijk een beetje weg met zinloze actie. Kan ik daar niet iets wat nuttigs mee doen? Nou, heeft hij verzonnen, dat kan. We kunnen boeken digitaliseren. Want de computers kunnen dat prima, maar echt oude, slecht leesbare boeken, dat scan nog niet perfect. Dus hij heeft woordje voor woordje, vraag me niet af hoe het precies werkt, heeft hij die oude boeken in zijn systeem gedumpt. En wij lopen met z'n allen, as we sit hier, ja, niet nu, maar als jij zo'n formuliertje invult, lopen wij gewoon boeken te digitaliseren. En dat doen wij 2,5 miljoen boeken per jaar. Ja, dat is toch cool? En hij heeft zijn hut verkocht aan Google. Ja, dat is toch gaaf, hè? En hij heeft nu weer een nieuw initiatief, dat heet Duolingo. En hoe het precies werkt, weet ik niet, maar het komt erop neer dat er zijn heel veel mensen die willen een vreemde taal leren. En er zijn heel veel sites die moeten vertaald worden. En als je die twee nou met elkaar combineert, ja, het is toch... Ik noem dat creatief. En ja, het is weer een tipje wat ik maar mee wil geven. Ik bedoel, probeer nou eens creatief over je business te denken. Alles verandert en alle businessmodellen, nou, ik ken de verhalen wel. Probeer nou eens creatief te denken. Dan hebben we één probleem. Wie van jullie is naar school geweest wel eens? Ja, kijkers online ook allemaal handjes omhoog. Ja, dat is in zover een beetje een probleem. Dat is nogal killing voor creativiteit. Dat is ook onderzocht. Maar dat is op zich is dat... Dus we hebben een handicap. Want kinderen... En hoe moet je... Hier, dit is een buurkindje van me. Dat is serieus waar, deze. Als je je gedicht leest en je doet je ogen dicht, wat zie je dan? Maak daar een tekening van. Is dat creatief of is dat creatief? Was fout, zei de juf. Ja, en dat kind keek fout, weet je. Ja, ik zie er niks, ik mogen dingen. Of deze hier, dit is echt toekomstig accountant, hè. Hier. Find X, here it is. Weet je. Ja, ik vind het van een creativiteit, jongen. Dat vind ik. Ja, dus probeer, ik zeg ook altijd, probeer ze nu en dan als een kleine kleuter een beetje naar ondernemerschap te kijken. Want dan zie je in één keer veel meer mogelijkheden. In plaats van alsmaar van, ja, maar dan moet je er niet denken, want dat is raar, of dat kan niet, of weet ik veel wat allemaal. Probeer als een klein kind te denken. En een ander dingetje nog, ben erbij. Nou, gaat allemaal lukken. Oh, 5 minuten, jongen. Dik transparantie. De hele wereld... 7 minuten misschien. De hele wereld wordt transparant. Hè? We weten
alles van elkaar. Nou, dat is prachtig als ondernemer. Als dit je keuken is, hè? Oh, dit. Maar even, die. En denk even metaforisch, hè? Jouw business is jouw keuken. Nou, als die gaaf is, dan wil je die keuken laten zien. Dat is prachtig voor jouw klanten. Maar als dit jouw keuken is, en hij was net al even in beeld, dan wil jij liever die deuren dicht. Dat gaat niet, hè? Je kan die deuren niet meer dicht doen. Dus wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel, dit vakantie, je hebt een handeltje in vakantiecomplexen. Nou, vroeger, ja, dan was dit het boekie. En dan keek je, en dan boekte je. Nou, ditzelfde vakantiecomplex, dat is dit vakantiecomplex. Weet je? Ja. Maar dus die deuren die gaan niet meer dicht, hè, van die keuken daar. En ik kan jou één ding vertellen. Deze meneer die heeft geen handel meer uit Holland, kan ik je vertellen. Gaat gewoon niet gebeuren. Dus ze zeggen, dit zijn de business rules wat mij betreft voor morgen. Eerlijk zijn, je werk goed doen en de zaak niet naaien. En tussen jullie en mij gezwegen. Ik weet niet of elke grote corporate in Nederland dit aan de muur heeft hangen. Maar ik denk wel dat dit de business rules zijn waar je het vanaf morgen mee moet doen. En neem internet serieus. He, mensen, veel ondernemers nog steeds. Ja, overgaan met de internet, social media en alles. Is dat voor mij nou relevant? Nou, voor die ondernemer met zijn vakantiecomplex in Griekenland is het verdomd. Dan heeft hij wel andere problemen in zijn land. Maar boekingen heeft hij ook al niet meer nu. Ja, dus dat houdt wel op. Gebruik het internet in ieder geval voor deze twee zaken. Ik heb nog steeds ondernemers. En die zeggen dan tegen mij, ja, dat LinkedIn, hè. Ik connect alleen maar als ik iemand ken. Dat is hetzelfde als dat je Sanoma heet en je hebt een Playboy. En dan zeg je, ik wil een abonnement op de Playboy. Ja, maar ik ken jou niet. Krijg jij geen abonnement, jongen. Weet je, ik zie het als abonnees. Als ik nieuws heb en ik heb wat te melden op LinkedIn. Ik heb nu meer dan 4000 man aan mijn kont hangen. Misschien na deze presentatie weer wat meer. Is bereik. Heeft commerciële waarde. En ten tweede, stop niet zoveel geld in corporate websites. Waar geen kip langskomt. Nog steeds veel te veel ondernemers die veel te veel geld spenderen aan websites waar niemand langskomt. Ik gebruik social met name ook voor business. Ik volg alle tweets met het woordje dagvoorzitter. Dat is mijn werk. En als er iemand twittert gezocht, enthousiast en motiverende dagvoorzitter. Bedoem, komt dat berichtje bij mij omhoog op een presenteerblaadje. Dus neem het wat dat betreft serieus. Gaan we richting de afronding. En dit gaat echt zo snel, rigide, wil jij niet weten. Vaste kosten, dus pain in the ass van elke ondernemer. Hoe gaan we daar dan mee om? Nou, wat mij betreft 3 dingen. Personeel, huisvesting, ICT. Hoe ik er in ieder geval mee omga. Personeel, daar heb ik niet. En dus ik doe toch 1 miljoentje omzet dit jaar. En dan zonder personeel. Ja, kan dat? Ja, dat kan. En draai nog steeds gezonde marges. Dus denk nou eens na. Ik ontmoet nog steeds heel veel, met name ook jonge ondernemers. Ja, ik heb al 100 man in dienst. Dan denk ik van, nou, I wish you a lot of personeel. Weet je wel, denk ik dan. En ik hanteer altijd de 15% regel. Kijk naar je bedrijf. Kijk kritisch. 15% van je mensen kan er morgen uit. Draait je bedrijf net zo goed. Harde boodschap, maar tel maar eens uit. Stiekem. Als je de baas bent van je eigen onderneming. En 2, kantoor. Ja, voor mij mag je er gaan zitten. Ja, ik zit er niet meer. Met mij steeds minder mensen. Want kijk hoeveel er vrij. En weet je, soms dan kom ik in zo'n kantoor en dan denk ik, wat gebeurt er toch met mijn energieniveau? Dan ben ik een redelijk energiek typetje, zeg maar. En dan kom ik binnen en dan denk ik, woep, alles is weg. En dan zie ik het. Dan zie ik TL-buizen, ik zie systeemwanden, ik zie plastic planten. En het ergste is het koffieapparaat. Hè? Kijk dat? Met zo'n grote mok eronder en dan druk ik die knop op. Woep, woep, en dan zit er een 0,5 liter meuk in je mok, weet je wel. Waarom, zeg ik dan, weet je wel. Terwijl ik lekker bij Dauphine in Amsterdam of ik zit thuis, whatever. Ik kan werken waar ik wil. En volgens mij heb ik dan aardig binnen de tijd. Oh ja, ICT nog heel even. En dan gaan we naar de afronding. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Want ICT, dat is een heel, heel, heel klein mini-onderzoekje. Wie van jullie heeft thuis, zeg maar, smartphones? Meerdere in huis? Ja, oké. Okay. Wie van jullie heeft, zeg maar, laptopje? 1 of meer in huis? Oké. Okay. iPadje? Of smart ding? Tabletje? Oké, okay, allemaal. Wifi? Thuis? Werkend? Ja, hè? Waarom kom ik dan op al die bedrijven en binnen al die kantoren en ziet het er daar zo uit? Weet je, thuis heb je alles op orde. De mooiste spulletjes, de dikste breedband, de platste schermpjes. En dan ga je naar de zaak en dan word je geconfronteerd met dit soort Windows 3.11. Meuk! Met zijn systeembeheerder die nooit te vinden is. Als je hem al vindt, zegt hij nee. Standaard met zijn Nokia en zo'n leren mapje. Herken je hem aan? Met van die hele lange codes die hij aan de muur prikt, die elke week moeten veranderen voor security reasons, weet je wel. Zo raar. We noemen het thuis ook geen ICT, hè? We noemen het thuis gewoon internet. Dus behandel dat nou eens op de zaak ook zo. En die systeembeheerder, ik snap dat hij moeilijk doet, want dat is zijn baan. Anders heeft hij geen baan meer. Ik heb ook geen systeembeheerder meer in dienst. Tot slot. Heb je hem? Slot. Ja, dank u wel, meneer. Ja, zit erin op te letten. Ja, goed. Ik ben opgegroeid met deze 3 tegeltjes. Dat waren mijn wijsheden van vroeger, van mijn vader en mijn moeder. Je moet je kop niet boven de maaiveld uitsteken. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. En loop niet in 7 sloten tegelijk. Ik wil jullie allemaal adviseren om vooral je hoofd wel boven de maaiveld uit te steken. Doe maar niet gewoon, dan doe je nog lang niet gek genoeg. En loop niet in 7, maar in 188 sloten tegelijk. Dankjewel.
Het Ondernemerscollege. Kennis in ondernemen.